Nou, de airco's zijn geplaatst. En ik moet je eerlijk bekennen van, het was wel even wennen. Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Nou, wanneer je de kamer snel wilt verwarmen, dan zal je de airco ook op een iets hogere stand moeten zetten. En het wil zeggen dat de fans ook sneller draaien, dus ook meer lawaai maken. En nu is er niet echt heel veel lawaai, maar het stoort mij wel. Want ik wil de airco op de allerlaagste stand hebben, namelijk bijna geruisloos. En dan is hij ook echt stil. Maar als ik dat doe, dan merk ik dat de kamer niet warmer wordt dan 19,5 graad. Daarnaast hebben we een ander probleem, dat als ik de cv niet gebruik, dan is het in de douche 's ochtends ook heel koud. Dus ik heb eigenlijk een tussenoplossing gevonden. Wanneer ik naar beneden ga 's ochtends, zet ik zowel de cv als de airco aan. En de cv zet ik dan eventjes op 20 graden. En wanneer ik dan naar de badkamer hobbel, wordt mijn badkamer alweer aangenaam warm. Op het moment dat ik klaar ben en weer naar beneden ga, dat is ongeveer na 5 of 10 minuten, dan is eigenlijk weer de hele woonkamer lekker verwarmd en is ondertussen alweer de cv is afgeslagen omdat die de temperatuur heeft bereikt. Wanneer de kamertemperatuur bij ons 20 graden heeft bereikt, zet ik de airco dan weer op het muisstil en dan is hij echt stil. Ik moet eerlijk zeggen dat als je moeite doet, ja, dan hoor je hem, dan hoor je heel zacht iets op de achtergrond. Maar zeker wanneer jij een tv hebt aanstaan of de radio hebt aanstaan, dan nou, de airco hoor je niet eens. We hebben de airco's nu 10 dagen. En na 10 dagen kan ik een beetje de stand opmaken hoe het zit met de kosten. Want ik kan namelijk dat vergelijken met de kosten die ik gemaakt heb in januari 2021. In januari 2021 gebruikte ik 255 kubieke meter aan gas en 297 kilowattuur aan stroom. Dat is dus een gemiddelde van 8,5 kubieke meter aan gas en 9,9 kilowattuur aan stroom. Wanneer ik na 10 dagen het verbruik met airco zie, dan is mijn verbruik nu 22,38 kubieke meter aan gas en 196 kilowattuur aan stroom. Ga ik berekenen van wat dit mij nu kost, dan komen mijn kosten dus nu uit op €63,26. Wanneer ik dat vergelijk met hetzelfde verbruik zonder airco in januari, dan kom ik met 10 dagen uit op €98,28. Dus binnen 10 dagen heb je dus al een besparing van dik €35. Nou, dat vind ik best wel veel. Eind januari is mijn contract afgelopen en dan krijgen we nieuwe prijzen. Ik kan je nu al zeggen dat ik enorm geschrokken ben van die tarieven. En in mijn volgende vlog ga ik uitleggen of ik nou stom ben geweest om een airco aan te schaffen, omdat de energieprijzen qua stroom zijn echt gigantisch de lucht in gegaan, of dat ik toch nog positief uitkom. Heb ik wel goed gedaan om met de airco te gaan verwarmen.